Wat kan je DNA allemaal over je voorspellen? Dit is de Universiteit van Nederland. Dit is Charlie. Dit is mijn goudvis. 'S Ochtends als ik opsta, ik doe de ramen op en ik kijk naar buiten, dan kijk ik zo naast hem. En hij kijkt ook naar buiten door zijn kom naar buiten. Die grote ogen van hem en dan... Ik kijk ook naar buiten met die grote bril van mij. En denk, goh, wat lijken we eigenlijk veel op elkaar. Dat is nog niet eens zo'n hele gekke gedachte hoor. 72% van Charlie's DNA is identiek aan mijn DNA. 72%. Maar als je dat indrukwekkend vindt, dan moet je nu opletten. Ik heb even wat research gedaan. 99,9% van jouw DNA identiek aan dat van die knappe man daar achter jou. Ja, ik doe ermee wat je wil, maar ik zeg, dat is een match volgens mij. Ik kan nog altijd een datingbureau beginnen als dit toch niks wordt, deze carrière in de wetenschap. Eigenlijk wel jammer, want een paar slimme ondernemers die waren me voor. Je kunt tegenwoordig DNA daten. Website GenePartner biedt voor $250 een ideale match aan met hun mensen op hun datingsite. Dat betekent dat als je daar inschrijft dat je wat DNA moet insturen, er wordt wat geanalyseerd en van alle mensen in hun database kennen zij het DNA en als jij je aanmeldt, dan kiezen ze voor jou de beste partner. Ja. Kijk, dit soort dingen vind je ook terug bij sportscholen. Hè? Sportscholen kun je ook, dan meld je je aan en dan zeggen ze nou, wij analyseren uw DNA en dan krijgt u van ons het beste advies om te sporten. En dieetgoeroes ook, hè. Diëten kun je, dan meld je daar en zeggen ze, nou, geef me uw DNA, dan lezen we dat af. En dan maken wij voor u het perfecte op uw DNA gemaakte dieet. Kan dat? Kan dat eigenlijk wel? Er zijn toch best veel mensen die er gebruik van maken. Het klinkt ook wel aantrekkelijk. Maar ik wil toch eigenlijk wel eventjes nadenken over de vraag, kun je dat soort dingen eigenlijk wel voorspellen op basis van je DNA? Kijk, dit zijn nog vrij onschuldige dingen. Het is eigenlijk ook best wel grappig. Maar ja, je kunt toch ook heel veel commerciële DNA-testen krijgen die de schijn wekken dat je ook echt kunt voorspellen of je kanker gaat krijgen, of je diabetes gaat krijgen, of je misschien wel een hartinfarct gaat krijgen. En dat soort dingen ligt er allemaal net iets ingewikkelder. Ik vind het ook niet zo slim om die indruk te wekken dat dat eigenlijk uit je DNA te voorspellen is. Ik zal uitleggen aan de hand van het model van een auto waarom dit soort dingen niet te voorspellen zijn. Kijk, we hebben het over DNA. En DNA zit in je cellen. En je lichaam bestaat uit miljarden cellen. En eigenlijk doet je DNA niet heel veel meer dan zorgen dat je cellen doen wat ze moeten doen. Daar komt het op neer. In die cellen zitten heel ingenieuze mechanieken en nou ja, zodra dat goed loopt, zolang dat goed loopt, ben je gezond en ja, heb je eigenlijk nergens last van. Het DNA beschrijft dus de onderdeeltjes in je cellen en hoe die moeten werken. Lees je de DNA-code, dan ken je de onderdelen in je cel. Verschillende mensen hebben verschillende lichamen en die cellen van die mensen, die verschillen dus een klein beetje. Niet zo heel erg veel. Eigenlijk is het ook wel logisch dat je toch wel de basis ongeveer hetzelfde moet zijn. Maar er zitten kleine variaties in. En dat kun je dus aan de hand van die auto eigenlijk heel goed uitleggen. Stel dat je een auto hebt van een bepaald merk. En je kent de fabrikant, je weet een beetje of die een goede naam heeft. En je weet ook welke onderdelen die gebruikt om zo'n auto te bouwen. Nou, ga je naar een ander automerk, dan heb je een auto die in principe dezelfde dingen kan, tenminste dat mag je hopen. Maar er zitten wel net even iets andere onderdeeltjes in. Misschien net een iets ander materiaal en net iets kleiner, net iets groter. Nou, en eigenlijk, ja,
zijn natuurlijk die onderdeeltjes en hoe die auto gebouwd is van invloed op ja, hoe lang zo'n auto meegaat en of die een beetje degelijk is. De ene auto zal sneller pech krijgen dan de ander, omdat die gewoon een andere auto is. Maar je kunt niet voorspellen wanneer een auto pech krijgt. Dat geldt ook voor de ziektes die ik net besprak. Kanker, hart- en vaatziekten, diabetes type 2. Allemaal ziektes die eigenlijk te maken ook hebben met wat je lichaam allemaal te verduren krijgt tijdens je leven. Het zijn heel veel factoren, maar het DNA is daar wel degelijk één van. En dat komt omdat, zoals ik net gezegd heb, het DNA eigenlijk verantwoordelijk is voor hoe de onderdeeltjes in elkaar zitten. En er zit wel wat verschil in. De ene heeft toch even net iets degelijker onderdelen dan de ander, zo zou je het bijna kunnen zeggen. Als je dan alleen maar naar de onderdeeltjes gaat kijken, omdat je in het DNA alleen maar kunt zien de onderdeeltjes in je lichaam, hè? Net zoals de onderdelen van die auto, en je richt je alleen maar daarop. En je zegt, nou, die onderdelen in dat lichaam vergelijken met die onderdelen in dat lichaam. Het enige wat je dan kunt doen, en dat is ook eigenlijk vrij logisch, is iets zeggen over kansen. Hoe groot is de kans dat de een iets krijgt ten opzichte van de ander? Misschien is de kans bij de een iets groter dan bij de ander, en dat geldt dan voor kanker bijvoorbeeld. Terwijl voor hart- en vaatziekten het voor de ander geldt dat die een iets hoger of een iets lager risico heeft. Je krijgt nooit zekerheid. In het DNA kun je niet aflezen wanneer je kanker krijgt, of je het krijgt en of je het zou kunnen voorkomen. Is die informatie dan nuttig? Heb je er iets aan om dat DNA af te lezen? Nou ja, kijk, misschien vind je het toch wel prettig om te horen of je een iets verhoogde of iets verlaagde kans hebt op een bepaalde aandoening. Ik kan me dat best voorstellen. Maar bedenk dan wel goed, eigenlijk maakt het niet zoveel verschil. Stel, je hebt een auto gekocht. En je buurman heeft ook een auto. Maar over jouw auto krijg je te horen van je dealer dat die eigenlijk ja, toch iets meer kans heeft op pech dan die auto die je buurman gekocht heeft. Nou, dat is jammer natuurlijk. Maar wat je dan gaat doen is, vrij logisch, nou, een beetje zuinig zijn met je auto, regelmatig naar de garage, controles laten doen, reparaties op tijd. Zorg maar gewoon goed voor die auto. Maar dat doet je buurman ook natuurlijk. Iedereen die een auto heeft, wil dat die auto een beetje goed blijft. Die informatie voegt daar niks aan toe. En hetzelfde geldt voor je DNA. Als jij weet dat je een iets hogere kans hebt op een hartinfarct, nou, dan betekent dat dat je gezond met je hart moet omgaan. Maar dat geldt voor iedereen. En we weten heel goed hoe je gezond kunt leven. Niet te veel eten, zou ik zeggen. Niet te vet, niet te zout. Genoeg bewegen, niet te veel stress. Weet je, dat soort dingen, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Daar heb je helemaal geen DNA-test voor nodig. Nou, misschien dat er iemand zegt, nou, maar als ik zo'n test gedaan heb, nou, dan ga ik het echt veranderen. Hoe vaak moeten we mensen zeggen dat stoppen met roken toch echt wel heel erg verstandig is? Daar heb je ook geen DNA-test voor nodig. Goed, multifactorieel is de term die daarbij hoort bij dat soort ziektes. Multifactorieel betekent dus, er zijn heel veel invloeden. Sommige daarvan is het DNA. En dat kun je meten, maar ja, of je daar echt veel mee opschiet, dat weten we eigenlijk niet. DNA is in die gevallen niet alles beslissend. Maar er zijn ziektes, er zijn afwijkingen waarbij je DNA wel degelijk heel erg bepalend is. Bepaalde afwijkingen maken je gewoon ziek. Niks aan te doen, je hebt gewoon dikke pech. En dat kan ik eigenlijk weer illustreren aan het feit dat je DNA een instructiecode is voor onderdeeltjes in je cellen. Als er in die instructiecode een foutje staat, bijvoorbeeld hè, in die letter C hier, dat is een G, dat is de manier waarop we de DNA-code aflezen. Ja, dan kan het zomaar zijn, zelfs doordat er maar één onderdeeltje verandert, dat je toch een heel dramatisch effect hebt. Als je dat in termen van auto's zou bedenken, denk nou ja, als je een gaatje in je benzineleiding hebt, dan heb je toch wel echt een heel groot probleem. Dan rijdt je auto gewoon niet meer. Dat noemen we monogenetische ziektes. Aandoeningen die eigenlijk door één fout in je DNA verklaard kunnen worden. Er zijn meer dan 5000 van dat soort ziektes. En gelukkig zijn ze vrij zeldzaam. Maar het is toch wel belangrijk om in de gaten te krijgen of zo'n ziekte in jouw familie zou spelen.
Ik zal twee van dit soort ziektes bespreken. En de eerste is taaislijmziekte. Taaislijmziekte is een ernstige aandoening waarbij je eigenlijk vanaf de geboorte direct ziek bent. In de longen, in de darmen en in de alvleesklier wordt taai slijm geproduceerd. Veel te taai om die organen nog goed te kunnen laten functioneren. En die mensen, vaak de kind, op jonge leeftijd krijgen ze er al last van. Krijgen infecties in de luchtwegen, slechte vertering. Het is een heel dramatisch ziektebeeld. En eigenlijk is die ziekte ook niet te genezen. Dat is dus een voorbeeld van een ziekte zoals je ze tot nu toe had bedacht. Je hebt een fout en je bent direct ziek. Maar het kan ook anders. Dat is de ziekte van Huntington. Die mensen hebben ook een fout in hun DNA, maar die merken er eigenlijk niks van tot in ieder geval tot hun 30ste levensjaar. En dan komen er ineens symptomen. Het is een hersenziekte, dat is eigenlijk aantasting van de hersenen en je krijgt dus iets van bewegingsproblematiek, je krijgt ook psychische problematiek en ja... Eigenlijk is er ook deze ziekte niet te behandelen en zullen mensen die deze ziekte hebben daaraan overlijden. Het moeilijke is dat je, als je deze DNA-fout hebt, zeker weet dat die ziekte ooit de kop op zal steken. Tenzij je aan iets anders overlijdt. Maar in principe is er niks aan te doen. En zou je, bij wijze van spreken, ja, al in je DNA... kunnen zien dat dit eraan zit te komen. Ja, wat doe je met die informatie? Kijk, dat zijn dus twee voorbeelden, taaislijmziekte en Huntington, waarbij geen preventie mogelijk is. Taaislijmziekte, direct ziek. Huntington, niet direct ziek, maar eigenlijk ja, is het wachten tot je ziek wordt. Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Er zijn ook erfelijke afwijkingen waar je wel degelijk iets mee kunt. Kijk, stel je hebt een erfelijke hartafwijking. En je bent er op tijd bij, dan zou je een pacemaker kunnen laten plaatsen bijvoorbeeld. En heel vaak is dan ja, het probleem in ieder geval goed ondervangen. In dat soort gevallen zul je dus belang hebben bij een DNA-test. Je wil weten of je het hebt, zodat je er iets mee kunt. Huntington, moeilijk geval. Wil je dat eigenlijk wel weten? Of je na je 30ste een keer die ziekte gaat krijgen? We weten ook dat dit soort ziektes, en we noemen ze niet voor niks, erfelijke ziektes, dat die doorgegeven worden binnen de families. En daar speelt ook eigenlijk een heel moeilijk punt. Want als er iemand in de familie ziek is, dan zullen er direct in die hele familie mensen geïnformeerd moeten worden. En de vraag voorgelegd krijgen of zij dat ook willen weten. Of zij willen weten of ze zelf misschien ziek gaan worden, maar ook de vraag... of zij het misschien door zouden kunnen geven aan hun kinderen. En er zijn twee mogelijkheden. Soms is de ouder zelf ziek. En dan is de kans 50% dat als je een kind krijgt, dat het kind dat ook heeft. Maar er zijn ook vormen van erfelijke ziektes waarbij beide ouders niet ziek zijn, maar drager. Ze hebben geen enkele ziekteverschijnselen, zullen die ook nooit krijgen. Maar als ze samen... een kind maken, is de kans dat er een ziek kind ontstaat toch 25%. En ook in die gevallen zou je misschien willen weten van tevoren of dat in jouw familie speelt. Nou, zoals ik gezegd heb, dit zijn de erfelijke ziektes. We zeggen dan, die ene fout veroorzaakt die ziekte. Monogenetische ziektes. Bij die andere ziektes, de veel voorkomende ziektes, ja, heb ik al gezegd, het is een iets verhoogde kans, een iets verlaagde kans. Je DNA vertelt wel iets, maar heb je daar iets aan? Kijk, iedereen heeft ander DNA, dus iedereen heeft wel een beetje meer kans op dit of een beetje minder kans op dat. Dat soort informatie kun je uit het DNA aflezen. Dat is op zich niet meer zo heel erg moeilijk. Ik vraag me af wat we daaraan hebben. Maar vooral ook of mensen die informatie krijgen, die bewust zijn dat dat eigenlijk is wat je te horen krijgt. Een iets verhoogde kans of een iets verlaagde kans. Kijk, en die DNA-dating en die sportscholen en die dieetgoeroes, die doen dus alsof ze in een glazen bol kunnen kijken. Toch? Alsof het DNA alles bepalend is. Sterker nog, alsof je je DNA kunt laten kiezen. Welke sport je gaat doen, welk eten je gaat doen. Welke partner je zou moeten nemen.
Nou, ik zou zeggen, doe het niet. Gebruik je gezond verstand en zeker je partner. Ik zou met je hart kiezen. Soms is de oorzaak van een ziekte wel in het DNA. Dat zijn uitzonderingen, gelukkig. Soms is de vraag of je eigenlijk wel gelukkig wordt van de uitslag van een DNA-test. En daarover in het volgende college meer.